Sigma 35 en 80. Wauw! Enthousiast? Ja. Let's go! Hello. Trouwreportage. Deze tas zal Mushgan meenemen. Canon 5D Mark IV 50 mm, 16-35 groothoek en 24-70 met een flitser. En het is voor mij. Ik pak 5D Mark II en 4, Sigma 35 en 80 mm, 85, 70-200 en 100 mm macro met de Sigma Fisheye. Zo, af! Klaar om te vertrekken. Kijk, broer. Kijk. Katja. Wat hebben we afgesproken? Niet binnen. Ja? We zijn aangekomen bij... Als je girl wordt. En dan gaat zij de bruid fotograferen. En ik ga naar de bruidegom. Succes met je... Jij ook. ...fotoreportage. Jij ook, partner. Kom je niet mee naar binnen? Huh? Ja, hallo daar, man. Dan... Let's go. Nu. Heb je gekeken? Nee. Kijk toch. Wauw. Ja, je kan nog, je zit hier iets aan missen. Oh, zo'n oh, kat. Zo je zit hier iets aan missen. Oh my god. Oh, daar kan ik het niet. Zo mooi. Chokzaan, mashallah. Hij is de chokzaan. Heel mooi effect. Echt prachtig. Chokzaan, die in die combinatie aan de locatie. Ja, inderdaad. Heel mooi. Goed gedaan. Het voordeel van de pre-wedding shoot te doen is, Gilling kan gaan tanken, ze hebben ze het kruidvat. Ik kan de koffer nog even klaarmaken. Ja. Grote heel tip mooi. Voor jullie. Ja. Even gaan shoppen met de bruid. Why not? Zonnecreme. Heb je dat wat zijn we aan het kopen? Water, mascara, gezicht. Ja. Super fijn. Oh echt? Ja. Ik heb ook een vrij rustige dag, omdat we de shoot niet hadden. Ja. Weet je wat wij gedaan hebben? Nadat we uit de kapper kwamen en de make-up, zijn we naar het kruidvat gegaan. Geshopt, moeten we nog iets hebben, rondgekeken. Oh, ik moest nog zonnecrème hebben. Echt zo op haar duizendste gemak. We zijn gestopt aan het tankstation. Daar heeft hij wat drink en snoep gekocht, getankt. Daarna zijn we naar hier gekomen, heeft ze nog heel lang met gewone kleren gewandeld. En die was echt chill. Zonder dat ik had er stonden de echt kop die als ik allemaal kon. Ja. Hoe was het bij jou? Alles was rustig, alles was op gemakje. Er was geen haast, geen druk. Heel veel eten en toetjes hebben ze klaargemaakt. Frietjes! Voordat we naar de trouwzaal gaan, want ik heb honger. Gentle om op mij te wachten, hè, weet je wel. Touch and roll.
barely touch my phone. Is it too much for you? Is it too much for you? Groupie love me, camera like me, yeah. Is it too much for you? Is it too much for you? I make you feel like how you looking. What's that? Good, a natural woman. We zijn hier in Dulzenstokken om de foto-expositie van Kurt van de Weer te bekijken. You know how I'm still trying to get my foot in the door while I'm trying to keep your soul nourished. Yes, it is. Zo, we hebben de foto's bekeken en Kurt even aangesproken. Heel leuke foto's. Het was vandaag een open bedrijvendag eigenlijk, samen met de kunstenaars. En die konden hun foto's en alle kunstwerken tentoonstellen in verschillende bedrijven. Het was echt leuk. Yes. Ik sta aan kokens. En we zijn aan het kijken voor kokens. Om dat al inspiratie op te doen. Maar ik zie zo bij elk kokentje dat we zien een bord pasta en wijn. Ik krijg honger, want het is allemaal een bord pasta. You want eat some pasta? Dan pasta eet dan maar. Wel video. Goals still important. Way more than clothes and cars that's important. No more clearance or I can't afford it. What's poor on my life? You deserve what you want. The following the cuckoo winkle. Coming home late, girl. When I get back off tour, then it's a date, girl. Onze drone doet heel moeilijk. Eerste keer ooit dat hij heel koppig doet. Heel gevaarlijk, want er is een brug. En die was er bijna tegen gebotst. Omdat er eigenlijk hier te veel ijzer is, ja, dan wordt het elektromagnetische besturing eigenlijk onderbroken. En dan weet hij niet meer hoe of wat hij precies moet doen. Disconnected. Ga het niet meer riskeren. You my bae, take the bait, girl. High heels, fashion overdress, gone slay, girl. You got good taste, girl. Lobster and steak, girl. Backside cake, girl. Should have been a baker. Too much is never enough, so what you say, girl? Barely touch my phone. Is it too much for you? Is it too much for you? Girl, hope you love me. Camera light beam, yeah. Is it too much for you? Is it too much for you? Miss Dark Tent, I'm your Clark Kent. Body like a Benz, let me park it. Get you started. Where you trying to go? Like, for instance, maybe the distance. Even when I'm distant, you feel me? You too fine to be ever done filthy. Touch and roll, then I'm touch and roll. Girl, I gots to go, but I'm coming home like. Do you know? Snap, yo! Ziet die voet? Ziet die voet? Sheila! I can fix that. You had an X-Man. That's a big cat. Those. You can't forget that. Alleen deze kant nog. Head on my six pack. Netflix and kickback. I love the contact. When I'm gone, I miss that. Is it mutual? Do you too? Not what you used to. I'm way more useful. Hi! Het is vrijdag namiddag en we zitten op dit moment op onze bouwgrond. Slash bouwwerf. Het is eigenlijk al op zo'n fase dat de begane grond gewoon gelijkvloers af is. We gaan een kleine en snelle tour nemen met jullie, zodat jullie het laatste status zien. Enthousiast? Ja. Let's go! Omdat het gisteravond enorm hard geregend heeft, is het binnenin kletsnat. We gaan zo door. Ja. Onze woonkant. Dit is de inkom. Dus we hebben een zijdelingse inkom. Inkeping van bijna een meter. En als je zo binnenkomt, heb je rechts hier de wc. Oh shit, ik sta in de plas. De bekisting voor de betonnen trap is klaar. Hier links kun je dan doorgaan naar de living en rechtendoor naar de bureau. Omdat wij niet goed kunnen doorwandelen, gaan we hier van buiten even rondtoeren. Hier aan de zijkant zie je dus een opening met petrol op. Hier gaat een raam komen. Dus dit is onze living. Hij kijkt gewoon naar de tuin. We zien dus dat ze eigenlijk een grijsachtige baksteen hebben gekozen. Nee, lichtbruin, lichtgrijs. Ja. Niks van lichtbruin, lichtgrijs, dat is niet grijs. Dan straks als de zwarte ramen komen hier, dan gaan we nog beter en mooier resultaat hebben. Als we zo doorwandelen, komen we in de achtertuin. Hier zo, jongens, is onze keuken te zien met een schuifraam van 5 meter. Die eigenlijk naar de tuin kijkt. Je ziet hier de stelling staan.
Ze zijn nog even bezig hier. Ze zijn op zoek naar fatsoenlijke buren. Hier moeten ze nog even verder door met ze. Je ziet dat we eigenlijk isolatie hebben tussen de gevelsteen en de binnenmuur. De normen zijn tegenwoordig enorm hard. 14 centimeter dik. Met de binnenmuur van 14 centimeter ben je 28 centimeter kwijt. Met de luchtbouw en gevelsteen ben je totaal 40 centimeter kwijt. Onze isolatie staat momenteel hier, bedoeld voor het tweede verdiep. Zoals je ziet, 14 centimeter dik. We hebben hier eigenlijk dus ook een wadi. Dat is waterafvoer door infiltratie. Bedoeld om regenwater op te vangen en door te laten filtreren in de bodem, in de grond. Our home. Moesgan. Buddy. Wifey. Oké, jongens. See you soon. Check de videobeelden nu die we met de drone hebben genomen. Bam! Touch and roll, barely touch my phone, barely touch my phone. Is it too much for you? Is it too much for you? You my rocket, you my perfect picture. Baby, you know I'm tryna kick it with ya. Ain't gotta wait till it gets dark. We get 106 and park, you be my rock, I be your tip-tip-a. I'm tryna show you off, I'm tryna flaunt ya. I'm obsessed with ya, baby, I want ya. Let them watch ya, tell them they can tune in and show ya how we do this. I put all love on the billboard, so you just need to look out your window. Show the whole city I'm all. Let me put us on display. I shot it from the rooftops. I got it. Jump out of a window if you call me. Arika, this is clear. Think I might always be so hypnotic, but you got my heart trap, take my wallet.